met heel veel mensen voor de bal. Met zijn zessen maar liefst. Dus ruimte voor Standaard. Maar de paas van Trebel lijkt nergens naar. En nu plots Westerlo weer met Leconte die wil gaan. Musto zelf, daar is Leconte, goed gevoetbald. En daar is het spel, maar geen buitenspel. De vlag blijft beneden. Al twijfelde ik ook. En eigenlijk trapt Anis de bal naast. Maar hij trapt hem tegen. Jordan Musto schuift dus op. En dan moet Verhulst weer aan het werk. En dan in tweede instantie net over. Bijna 0-2, tweede keer dat Schouterde. Kools en Musto. Buitenkantje voet, prima gedaan tot bij Aulad. Aulad komt de 16 binnen. Aulad trapt zelf. Vermoeden. Jordan Musto schuift dus op. En dan moet Verhulst weer aan het werk. En dan in tweede instantie net over. Bijna 0-2, tweede keer dat Gevoetbald van de thuisploeg. En Schouter de Gnombe is voor Masto, Chazon McDonald. De voorzet van Masto. Daar is Gnombe met de kopbal tussen de palen. Maar Pierre Cross kan. Terug tot bij Schouterde. Voortrekken. Het is geen slechte bal. Daar is de trap van Leconte, maar die kan hem eigenlijk niet goed raken en speelt hem. Het is echt almachtig die bal naar voren jagen, wat Zultewaardig hem doet. En dan doet Westerlo dat beter. Met Leconte. Ruimte voor. Van Hoezee. Daar is Gallo. Goeie tackle van Musto. Schouterde. Berrier stond al buiten spel, dus wordt het Blazevic. Niet voorbij Musto. Een nieuwe vraag van Aken.
de paal. Niet voorbij Jordan Musto. Een doorzichtige passeerbeweging. Goed afhaken en dan de beweging om zijn man uit te schakelen. Goed balletje ook tot bij Niel de Pauw. Terugkeer van Jordan Musto en dan de Pauw nog met een tik. Maar knap verdedigend werk van Musto. Bij club is Vormer de meest vooruitgeschoven man op dat middenveld. Claudemir en Timmy Simons vormen de basis van de driehoek, zeg maar.